We hebben een volgend optreden. Hij staat al achter de microfoon klaar. Het is de Oranje Man. Helemaal in oranje gekleed, dat begrijp ik. Wat is uw naam? Wilhelmus. Ja, ik kan het niet anders. Fantastisch. Is hij echt bij uw geboorte gegeven? Ja, Wilhelmus Hoekstra. Ja. Nou, fantastisch. Alle Friese namen waren op en toen kwamen ze op Wilhelmus. Nou, hartstikke goed. En u bent de Oranje Man. Wat houdt het precies in? Nou, ik heb een liedjesprogramma speciaal voor ouderen en voor mensen met een beperking. En daar staat contact bij centraal. Ik vind het altijd leuk om mensen uit te dagen om mee te doen. Dus dat lukt ook? Nou, meestal wel. Ja, totdat opeens die intelligente countdown viel. Wat ging er nu om? Nou, dat was, wij waren pas nog in de stad Schouwburg geweest in Haarlem. Bij Henny Vriend en Boudewijn de Groot en George Kooijmans. En ik ben bang dat ik daar ook wat heb opgelopen. Want wij zaten daar met 1300 mensen. En dat was het laatste optreden toen van Boudewijn de Groot. En Henny Vriend zat onder de prednison. Want die was helemaal ziek en dingen. Maar die heeft toch opgetreden. En vlak daarna had ik op vrijdag de 13e, dat is mijn geluksdag, had ik mijn laatste optreden. En daarna op 17 maart werd ik ziek. Echt flinke corona? Ja, heb ik corona gehad en drie weken flink ziek. En daarna 6 weken later pas weer mijn eerste optreden gehad. En ook opgenomen in het ziekenhuis? Nee, het was gewoon thuis. De arts, het was eigenlijk in de beginperiode. Ik ben wel bij de arts geweest. Zegt, nou ja, je hebt alle verschijnselen van corona. Maar zolang je nog kan lopen, dan blijf je thuis. En als je nog niet aan de beademing hoeft, dan blijf je thuis. En het kon natuurlijk niet getest worden. Dus je moest maar geloven dat het corona was. Ja. En je zingt voor sociale instellingen voor gehandicapten. En we wilden graag je laten horen zingen, want dat vinden we belangrijk. Maar voor hoeveel mensen ga je tekenen? Ik ga tekenen voor 13 mensen. Want ik speel natuurlijk, ik speel vaak alleen. Maar ik heb bijvoorbeeld net mijn mooie hoed laten maken door hoedenontwerpster Jene van Vught. Ik heb mijn schoenen laten maken. Ik ga liedjes opnemen met Bart van der Lisdonk, daar ben ik mee bezig. Dus en zo zijn er nog een aantal mensen. Ik werk natuurlijk heel veel samen met mensen die mij boeken in de verzorgingstehuizen. En dus dan kom ik op ieder geval 13. En 13 is je geluksgetal, begrijp ik net. Ja. Oké, ik wens jou een gezond leven toe. En ik zou zeggen, de microfoon is helemaal voor jou. Heel mooi. De Oranje Man. Als ik zing, ik steek mijn kop, zingen jullie liever in het zand. Ik steek mijn kop. In het zand. Wat stel je voor, er is echt iets aan de hand. En als ik dan ga kijken, loopt het misschien wel uit de hand. En als ik niet kijk, is er ook niets aan de hand. Ik loop op straat, ineens er is het weer. Die pijn doet nu al maanden zeer. En die blauwe envelop, hoe zat dat ook alweer? Ach, gewoon niet naar kijken, dat zien we morgen dan wel weer. Ik steek mijn kop, wat stel je voor, er is echt iets aan de hand. En als ik dan ga kijken, loopt het misschien wel uit de hand. En als ik niet kijk, nou dan is er ook niets aan de hand. Dus ik steek mijn kop liever in het zand. Maar... met je kop in het zand steken kom je niet zo ver. Uiteindelijk gaat het maar één ding en dat is om aandacht. Het zijn de kleine dingen die je doet. Dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht. Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Een kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Een onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon. Het geeft je leven kleur, er was opeens een beetje zon. Het zijn de kleine dingen die je doet. Mooi, dankjewel Oranje Man. Wilhelmus, teken voor die 13 mensen.
Echt fantastisch. Terwijl Wilhelmus tekende, gaan wij er even uit. Want we moeten door, want we hebben nog maar een kwartier minuten. Dan gaat Anita Witsier hier het overnemen. Bedankt, Wilhelmus. Klinkt toch een beetje raar. Pak maar een beetje groot. Doe maar linksboven. Naast Beatrix. Hier gewoon. Ja, is ook goed.